Ja, beste mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Atelier Typisch-Sinneke. Hallo. Ik zit klaar voor een nieuwe vlog en ik dacht dat het nummer 43 of 44 was. Ben ik tel een beetje kwijt. Ik ben net terug van een lang weekend Ahaus. We waren bij onze oosterburen in Duitsland bij het prachtige slot Ahaus. En we hadden best aardig weer ook, mag ik zeggen. We hadden de caravan meegenomen, dus we waren lekker aan het kamperen en hebben dat gecombineerd met een feestje bij vrienden. Supergezellig. Dus dat was zaterdagavond en zaterdag overdag en zondag overdag waren wij op de markt. Waar het helaas niet zo druk was, want de marketing had nagelaten om te vermelden dat het op zaterdag en zondag was. En dat stond alleen zondag. Ja, mensen, dat kan ook gebeuren. Ja, een foutje is menselijk, maar dat betekent dus dat we het eigenlijk rustig hadden. Dus de verkoop was niet wat ik normaal gewend ben. Maar goed, we hebben er gewoon met de kunstenaars, er waren best wel veel bekende kunstenaars voor mij in ieder geval. Dus we hebben er met elkaar gewoon een leuk weekend van gemaakt. Want ja, je kunt twee dingen doen, hè, jongens. Je kunt gaan sippen en gaan chagrijnen. Dat kun je doen. Maak je het voor jezelf niet gezelliger en voor je omgeving ook niet. Dus wij hebben dat niet gedaan. We hebben er gewoon een hartstikke gezellig weekend van gemaakt. Dus eigenlijk was het een hartstikke mooi weekend met een gouden randje. Echt prachtig. Dus wij hebben hoe dan ook genoten. Want hoe vaak gebeurt het dat je op zo'n ontzettende mooie locatie mag zitten? Echt prachtige omgeving. En weet je, zo slecht hadden we het niet. We konden zo eventjes de stad inlopen. Even naar de conditorij. Even wat lekkers halen. Nee, we hebben ons helemaal kostelijk vermaakt. En ik heb ook nog een paar opdrachtjes meegenomen, dus die ga ik ook nog even maken straks. Maar goed, ik had nu zoiets. Ik ga in ieder geval even een schildervlogje opnemen. Ik heb een leuk beest klaarstaan. Eentje die ik nog niet eerder gemaakt heb, dus dat is ook wel leuk. En ik maak mij op voor een lang weekend niks doen, want ik heb eens een keer een weekend niks. Nou, dat kan ook wel eens een keer heel lekker zijn, denk ik. Dus daar gaan we even volop van genieten. En ik heb een hartstikke leuk afterfilmpje van Ahaus gemaakt. Dus die plak ik hier even aan vast. Kun je even zien hoe mooi het daar was. En voor de rest ga ik niet een te lange babbel maken, denk ik. Ik heb nog een paar markten te gaan. Wat je op mijn website www.ateliertypisch-sinneke nog even kunt nakijken bij het kopje kunstmarkten. Ik ga nog naar, als het goed is, nog naar Wijk bij Duurstede. Maar daar ben ik door een communicatiefoutje op de reservelijst gekomen. Dus Wijk bij Duurstede moet ik nog even afwachten of dat echt doorgaat. Dat zou eigenlijk 1 oktober zijn. Dus dat wordt nog even een verrassing. Maar hou mijn website in de gaten. Daar kun je zien als het erop komt. Of mijn Facebook ook zeker. Daar zal ik het zeker op publiceren. Mijn Facebook, Typisch Tineke, daar publiceer ik sowieso alle markten waar ik heen ga. Altijd ruim van tevoren op. Dus daar staat eigenlijk alle ins en outs wat betreft de kunstmarkten waar ik heen ga. Die kun je altijd daar vinden. Dus zoek je me op Facebook op Typisch Tineke, dan kun je dat daar zeker weer zien. En daar publiceer ik ook altijd leuke foto's van nieuwe sets en modelletjes die ik gemaakt heb. Misschien dat je het leuk vindt. Geheel vrijblijvend, uiteraard. Vind je mijn schilderwerk heel leuk? Kun je beter even naar de Facebook-site van Atelier Typisch Tineke gaan. Daar heb ik meer schilderwerk en allerlei kunstzinnige dingetjes post ik erop. Dus als je het leuk vindt, kun je daar kijken. Op Pinterest kun je me vinden en op Instagram kun je me vinden. Dus al die dingetjes kun je even kijken. Ik post overal weer andere dingetjes op, hoor. Want ik vind het altijd best wel stom. Ik vind het best wel stom als je 5 verschillende soorten social media doet, dat je dan op alle social media hetzelfde post. Ja, ik doe overal wel een beetje anders. Dus om het een beetje spannend te houden, toch? Ja. Intussen is het buiten, lijkt het wel herfst, want het is vandaag dinsdag 19 september. Gisteren was het eigenlijk nog best wel mooi, maar in de avond kregen we al onweersbuien en harde wind. En vandaag waait het ook heel hard. Door die harde wind waaide mijn wasje van het weekend supersnel droog. Het is al gestreken in de kast, helemaal top. En nu heb ik de middag nog even vrij voor mezelf. Dus ik ga lekker aan de vreubel. En laat het buiten me waaien en stormen. Het maakt mij niet uit. Ik heb de deur dicht. Ik kan eventueel de kachel nog aandoen. Ik doe lekker een muziekje aan. En dan vermaak ik mij helemaal kostelijk. Nou, ik ga jullie naar beneden draaien. En ik doe het altijd zo dat ik stukjes film.
En die plak ik allemaal aan elkaar vast. Het is dus niet een heel beest wat je meer dan een uur duurt of zo. Nee, in een kleine 10 minuutjes of zo. Zie je iedere keer kleine shotjes die ik aan elkaar plak. Waardoor je het begin en het einde van het beest kan zien. En als allerlaatste, als het helemaal af is, dan vernis ik hem. Maak er een mooi sieraadsetje bij. En dan heb ik een prachtig mooi bijpassend geheel. Die ik nog even heel mooi fotografeer en film. En dan zie je het eindresultaat helemaal goed. En daarachteraan komt meestal het filmpje van iets wat ik gedaan heb in de week. Nou, in deze afgelopen maanden hebben jullie ontzettend veel kunstmarktfilmpjes voorbij zien komen. Nou, dat loopt nu een beetje af, want ik ga dus naar Wijk bij Duurstede. En te Horne, of te Herne, zoals de Friezen het zeggen. En Oldenzaal. Volgens mij zijn dat de laatste markten die ik heb. Dus wil je me nog zien? Grijp je kans. Nou, geniet van het schilderwerk. Ik zie jullie straks nog even. Thank you.
Zo mensen, daar ben ik even voor het kleine afterpraatje. De boel is ready. Het is Red Bull, zegt mijn man. Want die kijkt altijd naar de Formule 1. Die zegt, nou, dit is een typische Red Bull. Hij is niet helemaal rood, maar hij is wel vurig geworden, denk ik. En ik heb daar een prachtig vurig sieradensetje bij gemaakt. Ook kleurrijk. Een nieuw model trouwens. Dus dat is misschien ook wel even leuk om naar te kijken. Een paar mooie oorbellen, een mooie armband. Zo'n super flexibel model die iedereen altijd past. En als je een hele smalle pols hebt of een hele brede pols hebt, kun je bij mij altijd armbandjes bestellen op maat. Dan geef je mij even de polsmaat door en dan kan ik zo'nzelfde soort armbandje. Het wordt nooit een exacte kopie, want het is handwerk, dus dat gaat natuurlijk niet. Maar in dezelfde kleurencombinatie. Dan kan ik dus een armbandje voor je op maat maken. Dus ik kan alle armbandjes, die flexibele armbandjes, kan ik allemaal specifiek op jouw pols gemaakt maken. Dus dan weet je dat even. En dat geldt ook voor de oorbelletjes. Als jij zegt van, ik vind, in dit geval heb ik stekertjes met een bengeltje eronder gemaakt. Maar als je zegt, ik heb liever knopjes. Of ik heb juist clipoorbellen. Dan kan ik natuurlijk bij alle sets die je bij mij in alle filmpjes gezien hebt, kun je dat helemaal bestellen zoals je dat wil hebben. Dus je kunt aan mij aangeven, joh, ik wil oorbellen zo lang, zo breed. Ik wil ze driehoekig, ik wil ze ovaal, ik wil ze vierkant. Noem het maar op, eigenlijk kan ik alles wel maken. En ik maak nooit kopietjes van dingen. Het zijn alle oorbelletjes en alle sieraden die je bij mij koopt, die zijn uniek, want er bestaat geen tweede van. Dat is het leuke als je bij een kunstenares een sieradensetje bestelt of iets anders bestelt. Het is een uniek item en dat maakt dus juist het leuke dat jij de enige bent die dat hebt. Dus je komt niet op een feestje dat iemand zegt, heb je diezelfde hanger, heb ik ook. Je kunt misschien wel mensen tegenkomen op een feestje die ook een typisch tineke hanger of een typisch tineke oorbellen of een armband hebben of zo. Maar nooit exact hetzelfde. Dat kan ik je echt beloven. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar dat kan toch ook helemaal niet. En als ik ontzettend echt verschrikkelijk mijn best doe, zou ik heus wel iets kunnen maken wat er ontzettend veel op blijkt. Maar ik vind het gewoon ook niet leuk om te doen, want ik vind het leuk om telkens weer iets heel nieuws te maken. En daarom zijn het allemaal typisch tineke van mijn hand. En ik ben er ook nooit bang voor dat mensen het kopiëren, want uit materiaal kun je niet aankomen. Dus dat is al punt 1. Ik kleur dat allemaal zelf, dus je krijgt nooit exact diezelfde kleuren erop die ik erop maak. Dat is bijna onmogelijk. En dan is het ook nog zo, ja weet je, het is mijn hand, ik maak dat, ik vorm dat. En jouw hand is echt anders of iemand anders' hand is ook anders. Dus ik ben er eigenlijk nooit zo bang voor dat er gekopieerd wordt. Goed, ik ben nog hele spannende dingen. Vanmorgen was mijn buurvrouw Leni hier en daar hebben we allemaal hele spannende dingen mee bedacht.
Dus daar gaan jullie in de toekomst, in de verre toekomst, ook nog vast wel iets meer van horen. We hadden vanmorgen een hele creatieve sessie hier bij mij in het atelier. En het was lekker één grote bende en heerlijk, heerlijk. Word er helemaal blij van. Dan word je zelf ook weer, ik krijg weer inspiratie voor haar, van haar en zij krijgt weer inspiratie van mij. Dus we hebben weer hele spannende dingen bedacht. Dus daar komt in de toekomst vast nog wel iets leuks uit. Hoe dan ook, deze gezellige leuke ochtend, die was al hartstikke leuk. Ik ga mij opmaken voor een lang weekend weg. Als jullie dit filmpje zien, is het zondag. Wat hebben we dan voor datum eigenlijk? Ik weet de datums eigenlijk vandaag niet uit. Het is vandaag in ieder geval de 20ste. Dus reken maar uit. Reken zelf maar even uit. Het is herfstachtig weer nu nog. Maar de voorspelling is best wel heel aardig. Voor een stukje mooie nazomer nog. Dus ik ben heel benieuwd of wij daar nog een klein staartje van mee kunnen pikken. Dat zou super lekker zijn. Maar we gaan het zien. Jullie kunnen hierna even kijken naar het hele leuke filmpje van Ahaus. En ik zie jullie heel graag weer bij vlog 45. Dag mensen! Vandaag zijn we in Ahaus, dus ik neem jullie even mee over de kunstmarkt in Duitsland. Dus geniet er even van. We hebben een mooi muziekje op de achtergrond vandaag. En we hebben er ook nog mooi weer bij ook. Wat wil je nog meer? Dank u wel.
Die hebben er twee van die. Ze hebben vroeg
Ja.